het motto Poep is goud waard trekt Broodje Poep langs festivals en evenementen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de waarde die wij dagelijks creëren en wegspoelen. En er is een documentaire in de maak. We zijn al 2 jaar, 1,5 jaar met die wagen aan het rondrijden. Er ontstaan prachtige gesprekken, maar we voelen aan alles, er moet een plek komen waar de problematiek, die zo ingewikkeld en mooi en complex is, beter wordt uitgelegd. Want het gaat hier over fosfaatmijnen, over kunstmestgebruik, over wet- en regelgeving, over medicijnresten. Over al die aspecten gaat het over. Dus we willen een plek creëren waar we dat goed kunnen neerzetten. Dus we zijn een documentaire gestart, Let's Talk About Shit. En daar is momenteel een crowdfunding van. En met die crowdfunding willen we geld ophalen om die documentaire te kunnen maken. Shit is de shit. Dat waar wij elke dag zo hard voor werken, is de sleutel tot het sluiten van onze voedselkringloop. Momenteel is er sprake van een leegloop. Dat begint bij het mijnen van fosfaat. Oh ja, daar zijn we bijna doorheen. Fosfaat hebben we nodig om kunstmest te produceren. Dit strooien we uit over ons land om ons voedsel van te laten groeien. Eén maar, kunstmest gaat uit van de wet van het minimale. En na jaar gebruik raakt ons land uitgeput. Maar dan is het er. Eten. Ons lichaam verteert het en de meeste nutriënten en micro-organismes poep en plassen we er weer uit. Nutriënten die ons land heel goed kan gebruiken. Maar ja, wij hebben geleerd dat poep vies is. Dus spoelen we het weg en blijven we achter met slip. En dat verbranden we. Een broodje poep. Ik moet er niet aan denken. Maar Fides heeft daar een heel ander idee over. Fides, vertel eens. Wat betekent voor jou een broodje poep? Ja, nee, broodje poep, het is niet alleen lekker. Het is gewoon een enorme oplossing voor een aantal uitdagingen waar wij voor staan momenteel. Poep kan gewoon een oplossing zijn. En waar is poep een oplossing voor? Om voedsel te creëren heeft de bodem nutriënten nodig. Daar maakt de bodem dus voedsel van, nutriëntvol eten. En die eten wij op, lekker. En eigenlijk al die nutriënten poepen plassen wij weer uit. Maar wat doen wij? In plaats van dat we het teruggeven aan de bodem om weer nieuw voedsel te creëren, spoelen wij het weg in een klein kamertje in ons huis. Deur op slot, want wij vinden dat vies. Hoe kom jij aan al deze ideeën? Nog geen 100 jaar geleden was in het gebied van Japan en China, was daar 4000 jaar kringlooplandbouw. Wat betekende dat ze op een klein stukje land echt hele mooie voedzame landbouw bedreven, waarbij ook de aarde niet uitputten. Hoe deden ze dat? Nou, je raadt het al. Bij het gebruik van menselijke poenplas op een hygiënische manier verscheepte ze dat van de stad naar het land. Maar voornamelijk, ze waardeerden poep en plas. Je hoefde bijvoorbeeld minder huur te betalen als jij je poep en plas inleverde. En dat vind ik dus geniaal. En dat is heel erg wat ik met Broodje Poep ook probeer te bereiken. Dat is die omslag. De oplossing is simpel. Broodje poep. Broodje poep sluit de voedselkringloop. Door poep en plas droog op te vangen, kunnen we het composteren. Daar voeden wij ons landbouwgrond mee, die weer ingrediënten produceert waar wij lekkere broodjes van maken. En die toilet en die foodtruck zitten aan elkaar vast, dus je ziet hoe de kringloop sluit. Nou, dan zien mensen dat broodje voor zich, dan denken ze, oeh, wil ik dit eten? Ja, het ziet eruit als een heel lekker gewoon broodje, maar... Hè? Nee, ik heb geleerd dat poep vies is. Crisis. Dus door die beleving gaan mensen echt nadenken over dit vraagstuk. En eigenlijk zo van, ja, waarom doen we dit eigenlijk zo? Waarom is poep vies? Ja, waarom is poep vies, maar waarom is dit niet eerder bedacht? Nou ja, dit is ook mijn constante verbazing en vraag. Ik voel echt alsof ik op een schat ben gelopen. En ik kom toch op de conclusie steeds weer. Ja, omdat wij geleerd hebben dat het vies is. We willen er niet over nadenken, we willen niet over praten, we willen er niet mee bezig zijn. En op alle vlakken heeft dat invloed. En als we dat nou kunnen veranderen, dan kunnen we misschien ook... Want de kennis is er en de technieken zijn er ook. Er zijn een heleboel... Het is niet een soort van poepdoos, dan moet je op een poepdoos gaan zitten, weet je, met hooi erop. Dat is al lang niet meer. Er zijn hele mooie, innovatieve oplossingen. Die moeten wel geïmplementeerd worden. Maak deze zin eens af. Poep is... gezond. Zinvol. En wat je merkt is op het moment dat mensen
de audacity, dus toestemming krijgen om erover te praten, dat mensen dat eigenlijk heel graag doen. En er ontstaan prachtige gesprekken aan die car. Let's talk about shit. Ik hoop over 10 jaar dat ik de supermarkt inloop en dat ik dan naast een biologisch vak ook een circulair voedselvak heb, een broodje poepvak, en dat ik allemaal producten vind waarvan ik weet, hey, dit product is hierbij is de kringloop gesloten.